augustus, september en met het eerste Tielse Gaming Kampioenschap georganiseerd. Hun rijdt er oommolen, maar zal op afgekomen voor FIFA te spelen en dat wat vrije gisten. Van al die matchjes hebben we gameplay-video's en dat ga je ze bit zien. Nu, je kunt dat niet organiseren zonder sponsors en daar wil ik het een keer over in. Ten eerste gaan we beginnen met Ingenix. Ingenix maakt business software uit maten. Met onder een aanpak van screening, briefing en mission control schieten ze je bedrijf in de digitale stratosfeer. Dus zeker en vast een keer gaan kijken op hun site. De link ga je hieronder staan in de video. En we kosten ook rekenen op itprovider.be. Een bedrijf uit Tielt dat met zijn expertise in cloud solutions en hardware de perfecte partner is voor ieder bedrijf en hun ICT-infrastructuur. En je moet zeker gaan kijken naar de hilarische filmpjes met Jens en Donker. Houd die slijl aan. En als laatste zou ik graag nog Movly bedanken. Want dankzij Movly kun je deze video zien. Zinder zijn de officiële sponsor van al de gameplay video's en met andere software maak ik effectief ook de gameplay video's. Met een cloud solution kun je hier winnen in de cloud, online, video's maken, waar en wanneer dat je dat wilt. Het is een fantastisch product, dus zoals zeker kan je kijken op hun site. En op het laatste van de video ga je kijken dat je nog 10% korting kunt krijgen als je lid wordt met een code van ons gaming kampioenschap. Dus zeker en vast ik gaan bekijken. Nu, veel succes en amuseer je met de video. Park. Voor tekst en uitleg bij deze wedstrijd komt u vandaag, zoals altijd, natuurlijk weer terecht bij mijn collega Jeroen Guter en mijzelf, Sietse Vos. Het is Borussia Dortmund dat het opneemt tegen Frankrijk. Bedankt voor deze informatieve inleiding, Siert. Het is nu tijd voor de aftrap. Nog steeds op weg naar het doel. En de bal niet meer aan de voeten. De coach van Borussia Dortmund heeft gekozen voor deze elf. Niet verliezen. Dat is de boodschap die deze spelers meekrijgen van hun trainer vandaag, denk ik, toch? Ja, zie het absoluut. Vooral goed verdedigen, geen ruimte zo openlaten, niets weggeven. Ja, daar is deze vier. Nu kunnen ze voorkomen. Ja hoor, en zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. En dan werkt de bal fraai en laag de hoek in. Nou, hij twijfelt ook geen moment, hè. Heerlijk. In één keer genomen en zo rechtstreeks de hoek in. De Fransen glunderen nog na bij die aftrap hier. Ousmane Dembele vervolgt zijn weg naar het doel. Mbappé te greet. Wat een spel. Axel Witsel. Jadon Sancho. Dat is een hoekschop voor Dortmund. Al naar het midden. Een dreigende corner, maar de doelman bokst hem weg. Jadon Sancho. Marco Reus. De bal weer teruggespeeld. Gaat dit wat worden? Wow. Ik word er niet op top. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Ten Palme. Ousmane Dembele. Ze spelen de bal rustig rond op een sluwe steekpaas. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Kanté. Reus. Reus verliest de bal. Door dat druk zetten komen ze weer in balbezit. Kingsley Coman. Griezmann. Kingsley Coman. Met een tackle pakt hij de bal af. En weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Delaney.
Nico Schulz. Marco Reus. Steekt die bal maar door. Het was een mooie kans. Maar dan zette de fluit omdat hij in buitenspelpositie stond. Paul Pogba. Kingsley Coman. Cadeautje van Pogba. Julian Brandt. Hummels. We weten voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Hij kan mooi doorstomen daar. Maar hij kan hem voorgeven. Teruggelegd op een teamgenoot. Redding en in de handschoenen. Axel Witsel. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Je hoort vanaf de tribunes afkeurende geluiden als hij aan de bal is. Jadon Sancho. Borussia Dortmund. Dankbaar gebruik van de ruimte. Jadon Sancho. Borussia Dortmund scoort. En dat is de gelijkmaker. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Slordig. Oh, hier kwijtgeraakt door Pogba. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Ja, nu kan er een counter komen. Ziet er goed uit, deze actie van Griezmann. Trebelle. Kingsley Coman. Ousmane Dembele. Nog 2 minuten blessuretijd. Delaney. Nog steeds in aanval. De voorzet mag nu komen. Voorzet bij de tweede paal. Hij maakt de actie en verovert de bal. Het is rust. De stand is gelijk. 1 tegen 1. Les Bleus mochten aftrappen. Het tweede bedrijf gaat van start. Lucas Hernandez. En start die brommer maar. Hij kan de voorzet geven. De bal wordt teruggelegd op het teamgenoot. Paul Pogba. Ja, die zit erin en daarmee pakken ze de leiding in de wedstrijd. Dank u wel, koekoek. Ja, nu ben ik dus benieuwd wat ze gaan doen. Doordrukken of die voorsprong consolideren. Borussia Dortmund moest een doelpunt toestaan en zal nu moeten komen. Marco Reus. Delaney. Julian Brandt. Thomas Delaney. Tikkel in het eigen doelgebied. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hij stoomt verderop. Paco Alcácer. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Ze kunnen snel uitbreken nu. Lekkere steekpaas. Pogba. Voor Pogba. Wat een schitterende counter was dat, zeg. En hij ging er bijna nog in ook. Ja, dat zijn ze wel gevaarlijk, hè. Ja, laat de tegenstander maar gewaarschuwd zijn. Hij zit er goed tussen bij die pas. Anthony Martial. Antoine Griezmann. En die bal mag erin. Via Buurt, het spel gaat verder. Hij
krijgt hem terug. Kanté. Nou, dit moet je maar durven. Ze komen aan de bal. Ja, dit kan niet, hè. Antoine Griezmann, mooi steekpaas. Ja, mooi gedaan, zeg. Anthony Martial. Antoine Griezmann. Ja, gevaarlijke steekbal. Jadon Sancho. Een sliding in de 16. Je moet maar durven. Mbappé gespeeld. Mbappé. Hummels komt aan de bal. Julian Brandt. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Paco Alcácer. Axel Witsel. Door op Marco Reus. Een hele belangrijke verdedigende actie. Thomas Delaney. Paco Alcácer. Paco Alcácer. De doelman houdt de bal vast. Kijk, dit zijn nog eens verhelderende cijfers. Dit bewijst nog maar eens hoeveel moeite ze vandaag hebben om de verdediging te ontspelen en om de doelman te testen. Ze kunnen wel wat meer aanvallende impulsen gebruiken. Ze geven de bal weg. Julian Brandt zet verder door. En met de bal aan de voet de uitbraak. De lat werkt niet mee, we spelen verder. Hij let goed op en onderschept die paas. Hij wordt te weinig aangespeeld en komt de bal zelf halen. En Varane ruimt op. We hebben nog 9 minuten te gaan. De ruimte ingestuurd. Ja, het is nog geen time to say goodbye. Hij weigert. Overtreding, zegt de scheidsrechter, natuurlijk. Goeie beslissing, hoor, als je zo naar die sliding kijkt. Het verbaast me helemaal niet dat de scheidsrechter deze sliding bestraft. Hartstikke gevaarlijk. Goal! Pogba! Gaat de bal er via deze hoekschop in, dan staan ze er 2 voor en is de wedstrijd beslist. Het wordt een korte hoekschop. De bal wordt teruggelegd. Wat gaat hij hiermee doen? De overtreding is gezien. Maar de arbiter geeft een Franse voordeel. Mbappé krijgt een open kans. Hij weet het schot tegen te houden. Oh, fantastisch verdedigend werk. De thuisfans doen een poging hun ploeg een hart onder de riem te steken in die laatste fase. Ja, ze moeten op zoek naar een doelpunt om een nederlaag af te wenden. Hij stoomt verderop. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. En dat is het einde van dit duel. Deze oefenpartij loopt niet goed af voor ze. Een verloren dag